En dan gaat je vriendin een beetje lopen klagen dat het stinkt. Wat kan ik daaraan doen? Ja, waarom? Even nou gewoon een tip, man. Even nou gewoon een keer een tip. Ja, de tip is gewoon blijven lullen. Nee. Jij kan ook niet tegen je verliezen. Wat een dag. Hey, dames en heren, jongens, meisjes, een hele goede morgen. En leuk jullie kijken naar een nieuwe video. Zoals jullie zien, is het lekker licht hier op het balkon. Want het zonnetje schijnt vandaag, jongens. En dan weten jullie, dan ben ik vrolijk. Oh, dit is heerlijk. Een lekkere zonnige dag met een blauwe lucht, jongens. Mijn dag kan nu al niet meer kapot. Ach, en weet je wat nog beter is? Ik ga ook lekker een koffietje pakken. Ik ga lekker editen. En dan ga ik straks richting Gio, jongens. En vanmiddag heb ik ook nog creators, dus het wordt weer een hele leuke dag. Dus ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan zeker eventjes hier beneden. Jongens, ik kan altijd zo genieten van mijn koffietje in de ochtend. Ik word zeg maar al wakker en dat ik dan en al helemaal als lekker weer denk van, oh, ik ga lekker mijn koffietje pakken. Ga ik straks lekker bij het raam staan daar in het zonnetje. Maar bijvoorbeeld Ruben die drinkt nooit koffie en ik kan me dat gewoon niet voorstellen. Het is namelijk zo lekker. Maar goed, ik denk dat als je het ook niet zeg maar gewend bent om koffie te drinken, ja, dan ga je het denk ik ook niet lekker vinden. Maar Ruben drinkt wel cappuccino bijvoorbeeld. Maar ik ben dus zwarte koffie leren drinken door Gio. Omdat bij Gio thuis in zijn appartement had je alleen maar zwarte koffie. Omdat het cappuccino apparaat was altijd kapot. Dus je had alleen maar zwarte koffie. En ik weet nog dat ik daar elke ochtend ook gewoon als ik daar bleef slapen. Dan nam ik daar gewoon een zwarte koffie. En toen ben ik zeg maar zwarte koffie gaan leren drinken. Maar ik vind het, jongens, ik vind het zo lekker. Het is echt mijn relax momentje in de ochtend altijd. Een koffietje zetten, dan lekker daar in het zonnetje gaan staan. Heerlijk. Zo jongens, ik heb mijn sleutels gepakt. Ik ga mijn jas pakken. En dan is het tijd om er vandoor te gaan. Want we gaan gezellig richting Gio. Ik heb Gio echt al een hele lange tijd niet meer gezien. Want hij was heel veel weg op vakantie. Hij was naar Ibiza, daarna naar Dubai. Allemaal hartstikke leuk voor die gozer. Maar we gaan nu gezellig eventjes chillen vandaag. En ik heb geen idee wat we gaan doen vandaag. Maar het wordt wel sowieso leuk. Want als wij met z'n tweeën zijn, is het altijd gezellig, jongens. Dus ik ga richting Rotterdam. En ik moet ook nog ergens eventjes eten. Want ik heb nog steeds niet gegeten. En dat is niet zo goed, want ontbijt is belangrijk voor je. Oh, jongens. Ik was net even aan het bellen met Gio. En ik was helemaal vergeten dat ik op een trajectcontrole reed. Dus ik reed volgens mij iets van 110 of zo op de trajectcontrole. Dus ik moet nu weer even een tijdje even wat rustiger. Ik rijd nu iets van 95. En als ik nu de hele tijd 95 blijf rijden, krijg ik waarschijnlijk geen boete, want ze meten het gemiddelde. Maar vanavond spelen wij dus met creators in Vianen tegen VV Vianen. En dat is volgens mij het TikTok team. Dus dan spelen we tegen alle TikTokkers. Volgens mij doet bijvoorbeeld een Glenn Fontijn, die deed vorige keer niet mee. Maar een Lorenzo wel. En allemaal TikTokkers die zeg maar, ja, ook kunnen voetballen, zitten in dat team. En daar moeten we vanavond tegen spelen. Dus dat is altijd wel heel erg leuk. Dus het is soort van een YouTube tegen een TikTok. Het is gewoon FC creators van YouTubers tegen TikTokkers. En het is echt een soort van El Clasico of zo, weet je. Een soort van Ajax die tegen Feyenoord moet. Dus dat is wel echt heel erg leuk. Het wordt sowieso echt wel een leuke wedstrijd. Lekkere, felle wedstrijd. En dat wordt wat, jongens, vanavond. Maar goed, eerst gaan we eventjes lekker naar Gio, jongens. En ik zit er lekker in vandaag. Het zonnetje schijnt volop. En het is, ik weet niet, het is gewoon een lekkere dag vandaag. Ik heb wel echt eten nodig, jongens. Want ik heb echt heel veel trek. Ik heb echt heel veel trek. Dus ik zei net al tegen Gio, laten we straks eventjes ergens een broodje gaan halen. Want ik verga. Alle tieners zeggen ja tegen MDMA. Je meisje is een mot, maar seks met je pa. Ik weet niet wat zeker is, alleen of met z'n tweeën dit. Ik kom gedrest in de club, niet zitten aan mijn haar. Breng alle vieze bitches even dichter bij elkaar. Heb je mijn berichten getikt? Ik ben lid. Kijk eens eventjes waar we zijn. De toren. En dat betekent bij Gio. Ach jongens, ik moet zeggen, zeg maar, als ik vanuit Amstelveen kom, dan rij je echt door de polder heen en dan lang echt duizenden rotondes. Op een gegeven moment ben je er echt gewoon klaar mee. Het liefst wil je gewoon eigenlijk over een snelweg heen. En dat je er gewoon gelijk bent, afslagje, hup, je bent er. Maar het is echt duizend rotondes, dorpje in, dorpje uit. Maar goed, we zijn er. We hebben het gered. Ik heb dus gehoord, jij gaat Ella dumpen. Wat zeg jij? Ja, kom maar even in met die camera. Wat zeg jij? Ik helemaal mijn best doen om jou een cadeautje te geven voor je verjaardag. Godverdomme, een rib uit mijn lijf. En dan gaat je vriendin een beetje lopen klagen dat het stinkt. Wat kan ik daaraan doen? Ja, waarom? Bro's before hoes. Maar dat heeft toch niets met een luchtje te maken? Ja, wel, dan dump je het toch?
Jezus. Ella die had, of nee, Gio had een luchtje voor mij gekocht. En Ella die zei zo van, wat stinkt die eigenlijk? Maar gewoon ook echt gewoon, hij stinkt. Wil jij hem ook stinken? Nou, ik vind hem wel prima. Oh, ik vind hem gewoon lekker ruiken. Ik vind hem ook wel vers. Nee, je vindt hem ook stinken. Nee, waarom zou ik hem anders opdoen? Nee, ik vind hem ook lekker, jongens. Maar hé, oh, ik heb jou gemist, poeder. Kom eens even hier. Hey. Heb je een goede vakantie gehad? Ik heb een goede vakantie gehad. Ben je weer helemaal verliefd? Hé, hey, maar ik moet zeggen, je hebt wel het goede weer uitgekozen om terug te komen, man. Ja, het is echt chill. Het heeft... Pik, het heeft 2 weken lang sinds jij weg bent alleen maar... Was het alleen maar regen, ja, kut weer. Ja. Het is... Goeie timing. Hou toch voor je dit kutland. Ook op vakantie. Ja? Oh, poekepoes. Hey. Oh jongens, ik had het de laatst ook weer over met Willem en Ruud, maar het lijkt me nog steeds... Ja, het is echt heel irritant eigenlijk. Het is dit echt is hetzelfde als wat ik altijd in mijn vlog zeg... Wat zeg ik altijd? Ik zeg ook iets wat ik al jarenlang zeg, ik weet niet meer wat. Fijn. Ja, fijn dat je ook gewoon door je vlog staat te lullen. Maar ja, ik zeg het nog steeds, maar ik wil zo graag een kat. Maar weet je dat ik dus echt wel heb? Dat ik eigenlijk bang ben dat ik zeg maar niet zo'n leuke kat krijg als Sniff en Snies en Poekie en zo. Ja, Poekie is ook echt de uitzondering, man. Ik zweer, die kat is zo... Dat is echt niet normaal. Ja, maar kijk, dat is het dus. Zeg maar, want je hoort ook heel veel verhalen van mensen die nemen dan een kat. Ja, en dan is het vervolg... Ja, nou eerlijk, ik vind Snoet bijvoorbeeld echt geen leuke kat. Ja. Een kutkat. Ja. Ja, ze is schattig, maar wel een kutkat. Ja, zeg maar, het is geen gezellige kat. Maar kijk, deze zijn helemaal top. Ja. Nou. Ja jongens, laat eventjes weten in de reacties, moet ik een kat nemen, ja of nee? Ik weet het nog steeds niet, maar iedereen zegt tegen mij, ja zielig, want dan zit ze alleen in een appartement en... Maar dat heb jij ook al gedaan. Ja, ik krijg ook net wel commentaar dat mensen zeggen van, ja je moet meer voor de zijn, maar dat ligt ook echt aan de kat. En in die zin ben ik ook weer vaker thuis dan een gemiddelde persoon, want een gemiddelde persoon zou nu aan het werk zijn. Ja. Snap je? Dus dat is een beetje, ja... Maar zeg maar, een kat kan makkelijk even een dag alleen thuis zijn. Oh. En zeker als jij 3 katten hebt. Twee, drie dagen kan makkelijk zelfs. Ja. Als je maar gewoon goed ervoor zorgt dat ze water hebben en, ja, en alles nog gecheckt wordt. Eerlijk, als... Wat? Sniff. Ja, maar eerlijk, als je zeg maar, als je zo naar mij kijkt en hoe wij wonen en gewoon Willem en Ruud, zouden wij een kat kunnen nemen? Ja, want jullie hebben niet overdreven veel feestjes of zo. Nee, helemaal kijk, niet. Als je elke dag een snijfeestje hebt, wat je wel altijd had, maar dan kan het niet, snap je? Nee, ja, ja. Maar zeg maar, we hebben eigenlijk bijna nooit feestjes inderdaad en er is altijd wel één iemand thuis. We zouden easy een kat kunnen nemen. Ja. Alleen je moet er gewoon goed op letten, okay, nou, je krijgt goed verantwoording. Sniff? Kom mee. Mag ik Sniff, zal ik Sniff gewoon een week meenemen? Nee, dan wordt hij helemaal dood. Mag ik Poekie meenemen? Oh, Poekie. Ja, maar ik ben allergisch voor Poekie. Elke keer als ik hier ben, word ik allergisch van Poekie. En niet van Sniff en zo. Ben jij niet allergisch, Poes? Ben jij niet allergisch? Hallo. Nou goed, wij gaan even een broodje halen, want ik heb nog steeds niet ontbeten, jongens. En ik heb trek! Ik heb dus echt geen idee. Heb je dat ook al eens? Oh, ik ga weer beginnen met lullen. Tijdens de vlog. Ik mag geen... bijkomen staan. Ik heb dus geen idee wat ik al vandaag allemaal gefilmd heb. Dus ja, ik ga nu inladen in mijn computer en kijken hoeveel minuten ik al heb. Oh, ja, nou, ik wilde echt net gaan zeggen, jongens. We gingen net een broodje halen en we hadden het toen over vloggen. Over dat eigenlijk best wel, omdat ik natuurlijk ook al een paar dagen geen vlogs had geüpload. Omdat ik gewoon al eerder tegen jullie had gezegd, ik heb gewoon niet elke... Oh, sorry. Ik heb gewoon niet elke dag iets leuks en interessants te doen. En dan heb ik bijvoorbeeld ook nog andere dingen. Ik heb tips nodig. Je hebt het zo druk in je leven. Nee, maar ik bedoel, ik heb bijvoorbeeld andere dingen met muziek. Waardoor ik dan zeg maar een hele dag bijvoorbeeld bezig ben met... in de studio zit wat net niet interessant genoeg is. Ja, dat is moeilijk. Dus ja. Ik, ja, Gio zei ook al, heb je het vlog onderschat? Nee, want ik wist dat het maar pittig is. Maar het valt toch vies tegen? Ja, en ik vind het jammer dat het vies tegen, want eigenlijk wil ik elke dag een leuke video maken. Alleen het lukt gewoon niet. Even nou gewoon de tip, man! Even nou gewoon een keer de tip! Ja, de tip is gewoon blijven lullen. Ja, en gewoon, ja, ik, ja. En gewoon, kijk, weet je, zoals ik zei, bro, dump Ella. Goeie views. Ja, misschien wel. El, als je kijkt, laten we anders gewoon even dat stage, weet je wel. Niet dat mensen dat dan nu weten, want we dit nu hebben gezegd, maar... Dan gaan we het stage en dan gaan we daarna ook samen op vakantie naar Dubai. Ik ken zo'n andere YouTuber, die deed ook een break-up voor de views. Ja, toch? Ik weet even niet hoe die heet. Iets met Flapdrol. Dom. Nee jongens, wat ik al zei, ja, ik zei laatst inderdaad ook... Misschien moet ik gewoon minder vlogs gaan maken, maar dan gewoon weten dat ik bijvoorbeeld een leuke dag heb, dat ik gewoon weet, nou, dan ga ik die dag vloggen, zodat het gewoon een leuke en interessante video is, in plaats van dat ik een video eigenlijk alleen maar
thuis zit. Want dat is niet leuk. Kijk, niet dat Gio ook nou heel leuk is, maar... Nee, zeg maar... ik heb ook gewoon tering saai. Ja, maar kijk, soms is het wel zo. Jij hebt ook wel soms dagen dat je gewoon echt alleen maar hier thuis zit. Ja, klopt. Nou, maar dan ga ik vaak of naar mijn ouders of naar jou. Ja, dan ga je wel even iets doen. Ja. Ja, nou goed. Nou, dat wilde ik gewoon even kwijt. Ik zei net tegen Gio, ik heb hier natuurlijk een tijdje gewoond. En ik vond het zo lekker dat je dan bijvoorbeeld in de ochtend zo'n koffietje pakt. En dan lekker zo hier, oh, lekker zo bij de, op het randje bijvoorbeeld van het vijvertje gaat zitten. En dan lekker in de zon je koffietje gaat drinken. Maar bijvoorbeeld, ik heb dus nu bijvoorbeeld in mijn appartement, als ik dan een koffietje ga doen, ga ik uit het raam staan. Dat is ook chill. Maar het is zo lekker dat je gewoon je tuin dan zo hup, lekker in kan lopen. Dat mis ik wel een beetje. Lekker, hè, mijn vriend? Ja, lekker, hè. Maar geef me... Kijk, ik ben nu 22. Ik heb altijd gezegd, voor mijn 25ste ben ik miljonair. Maar dan moet ik wel, dan moet er wel iets gebeuren. Oh, dan moet er wel iets gebeuren dat ik denk, ja. Moet je iets meer nummer 1 netjes pakken nog, denk ik. Ja, denk ik ook. Nee, het lijkt me wel lekker, man. Oh, het zou ook zo'n lekker een tuintje hebben. Ja, het lijkt me ook wel leuk om voor mijn 25ste miljonair te zijn. Ja, snap ik wel. Ja. Zeg maar, iedereen heeft die droom. Ja. Kijk, en het is wel kut dat bij jou, zeg maar, die droom best wel ver weg is nog. Ja, is wel kut. Ik denk niet dat het gaat lukken, man. Heb je daar nooit last van? Ik wil echt heel veel geld uit gaan geven, zeg maar. Zeg maar, heb je er... Oké, klaar. En Gio? Hij is back! Gio, volgens mij gaat het niet... Hij zegt tegen mij... Ik neuk jou! Kijk eens even. Ik kwam 2-0 voor, wacht maar. Je staat 4-2 achter. Wacht maar, jongetje. Ja, ben je klaar? Zeg maar, spelers wisselen betekent niet dat je opeens beter gaat kunnen zijn. Haal je back nou maar. Weet dat jij veel te goed de back hebt nu? Weet dat je straks nog verliest? Oh, nee. Zo, ik wist niet dat jij zo slecht was, back, maat. Vriend, het is echt niet normaal. Dit slaat echt nergens op. Ineens vliegt alles erin. Ja, trouwens, ik ga ook maar gewoon de kamer uitzetten. Het is ook niet leuk om hem daar neer te zetten, want je vliest toch echt ziek. Pik, 5-2. Wil je nog doen? Ik kan net goed niet spelen, Pik. Oh, fuck! Ja, maar ik deed niks. Ja. Ik had mijn controller niet eens vast. Ja, maakt mij niet uit. Ik ben er niet bang. Hoi, ik ben Vincent en ik heb een veel te grote back. Nee, ik kom toch niet te spelen met mijn controller. Nee, dat kan echt niet. 5-5, dit is inderdaad wel heel slecht. 5-5. Zeg maar, ik stond naar 2-0 voor. Dan denk ik, oh fuck hem, hij speelt toch slecht. En dan ineens krijg je gewoon 5 doelpunten om je oren. Scheids! Nee, zeker. Pik! Nee, helemaal niet. Hallo. Nee, dit lukt niet! Het kan niet, wat kan niet? Luister, je gaat hier door een speler heen. Hallo! Sinds wanneer loop je door iemand heen? Bro, kijk hoe goed, jongens. Kijk even hoe goed ik dit ben. Nee, Pik, je staat helemaal nergens op. Kijk, je loopt letterlijk door iemand heen. Oh, deze was lekker. Let op. Kijk, hier. Ik hou jou hier tegen. Let op, hier. Ja. Wat doet hij? Bam! Wat doet hij? Bam! Nou, ga lekker door. Zullen we winnen? Hey, G. Ja? Vanavond moeten wij met Creators FC tegen het TikTok-team spelen. Ja. Dus voor YouTube tegen TikTok. Ja. Voor wie ben jij? Wie denk je zelf? Voor TikTok? Tuurlijk niet. Hoezo niet? Ben je helemaal van de pot gekleurd? Ben jij voor het YouTube-team? Tuurlijk ben ik voor het YouTube-team. Ik weet nog dat jij één keer hebt meegedaan met Creators FC en toen heb je een penalty gemist. Hij denkt echt. Ja, hij is echt slecht. Nee, man. Sef, ik krijg scoringskans. Ja, mis je de penalty. Ja. Sef, hoe groot is de kans? Echt ook zwaar over gewoon, hè? Ja. Tfu. We zijn eventjes bij de Albert Heijn. Maar aangezien ik straks moet voetballen, moet ik natuurlijk wel eventjes goed voedsel hebben in mijn lichaam. Dus ik denk... Ja, dit is heel goed. Ja, voor ik denk dat dit perfect is. Worstenbroodjes. Neem er anders nog een lekkere notenmix bij. Een notenmix? Nee, die hoef ik niet. Oh. Ik ben half Brabants, hè? Oh, ik ben heel mee aan. Nou, gezellig. Nee, ik wilde zeggen, ik ben dus. Hey, Dil. Ik ben dus half Brabants. Dus. Wat is ook Brabants? Ja? Ja, Brabants. Lekker, maat. Ben je half Brabants? Ja, Waalwijk. Oh ja, klopt. Dus. Ik ben dus half Brabant, dus vroeger bij mijn tantes kreeg ik altijd worstenbroodjes. Dus ik dacht, nou, ik wil weer gewoon een keer worstenbroodjes. Nee, laat mij dat maar doen. Ik denk dat ik hier echt... Ik heb zeg maar samen gewoon met jou, elke keer heb ik denk ik elke ochtend misschien zo 5 pakken broodjes weg kunnen gooien. Gast, ik vind dat je echt aan het overdrijven bent. Dit, let op. Over een paar... Ik zweer het, ik ga dat aan jou overlaten, hè. Jij zet een wekker. Ja? We gaan namelijk een potje FIFA spelen weer, tijdens dat deze broodjes in de oven zitten. Ja, maar dit gaat goed. Geloof me. Dit kan niet misgaan. Waar is het andere pak? Dat weet ik niet. Ik hoef niet zoveel. We hebben twee pakken gehaald. Hier, hoezo vertrouw je me niet met de oven? Bro, hoeveel oven moet ik nog? Hier, nog 10 seconden. Oh. Zie je?
Ik had hem wel. Hoezo? Okay, anders was de wekker afgegaan. Ja, oké, okay, is goed. 3, 2, 1. 1. Kijk eens even, ze gaan eruit. Het is tijd om richting Vianen te gaan om te spelen met creators, jongens. Ach, ik ben heel erg benieuwd. TikTok tegen YouTube. Dit is wel echt een. Dit zijn wel echt twee rivalen. Tegen elkaar, jongens. YouTube tegen TikTokers. Nou, ik moet zeggen, kijk, vroeger, dat was heel gek. Voordat het TikTok heette, was het Musical.ly. En toen weet ik nog wel, echt, vroeger waren TikTokers echt TikTokers. Maar ja, goed, nu ben ik zelf in die zin ook een TikToker, omdat ik ook op TikTok zit. Maar jullie snappen wat ik bedoel met de rivale wedstrijd als het TikTok tegen YouTube is. Dus let's go, richting Vianen. Ik heb er wel echt zin in. Ik vind voetballen met creators altijd echt leuk. Ik had dus net gezegd dat we tegen zeg maar een TikTok FC moeten. Maar we moeten dus helemaal niet tegen allemaal TikTokers. Dus het is tegen een team wat groot is op TikTok. Dat is het. Dus ik had me besproken, wel een leuke wedstrijd, maar dus niet tegen TikTokers. De wedstrijd is afgelopen. We hebben verloren, jongens. Almeria. 4-3. Kandor Seram. Almeria. Kandor Seram. Nee, maar zo man op die match. Kijk, je hebt wel een beker gekregen. Ja. Seram die heeft de beker van mij. Hij wil gewoon niet dat ze winnen. Nee. Jij kan ook niet tegen je verliezen, hè? Ik kan wel tegen mijn verliezen, maar ze zijn best wel slecht spelen. Ik kan gewoon niet tegen. Ja, maar jij hebt ook wel goed gespeeld, man. Dankjewel, dankjewel. Ja, natuurlijk. Het is tijd om lekker naar huis te gaan, jongens. Potje aan nodig. Weet je wat jammer is? Het is jammer dat ik de wedstrijd zeg maar niet lekker kan filmen. Dat ik zeg maar, ik zeg altijd ik ga naar Creators of C en vervolgens is er wat, nou de wedstrijd is voorbij, maar ja, ik kan niet filmen. Misschien dat ik een keer een GoPro moet onder, jongens. Misschien is dat leuk, laat maar weten. Het is een beetje op je body. Ja, ja, gewoon zo'n, ja, gewoon hier een GoPro. Dat is ook wel lachen. Ja, kan best leuk zijn. Je bent als een buffelde mens heen, dat is echt grappig. Ja, we zijn er weer, hè? Nee. Het vaste recept. Mama Deborah, let je op. Ik neem niks. Nee, klopt. Ik wilde heel graag. Dus jij neemt niks van. Nee. Misschien een watertje. Misschien. Ik neem ook een. Volgens mij hebben ze die salade hebben ze nog. Die is wel nice, man. Doe even je gordel om. Wat dan? Ik vind het gewoon heel vervelend. Doe even je gordel om. Oh, jongens. Ik ben weer thuis. Maar ik ben echt altijd na een wedstrijd zo stijf overal. Het is echt lijp. En vooral mijn kuiten. Mijn kuiten doen zo'n pijn altijd na een wedstrijd. En morgen, dat is echt een grapje, dan loop ik echt als een kneusje. Loop ik echt gewoon, ik kan dan gewoon niet lopen. Maar jongens, het was een pittige wedstrijd. Het was een leuke wedstrijd, het ging erg gelijk op. Maar helaas alsnog verloren, maar goed. Je kan niet altijd winnen, hè, jongens. Goh, ik ga lekker naar boven, dan ga ik lekker douchen, jongens. Want ik heb zin om te douchen, ik voel me vies. Ik heb ook op mijn hand hier allemaal aarde nog zitten. Ik heb ook flink geslijt. En we speelden voor het eerst een keer op normaal gras in plaats van op kunstgras. Dus dat was ook wel leuk. Wel heel hobbelig was het veld, maar goed. Hè? Dat is een voetbalveld nou eenmaal. Soms. Niet allemaal. Maar goed. Ik ga lekker de douche onder, jongens. Dames en heren, jongens en meisjes. Ik heb gisteren lekker gedoucht en toen ben ik in slaap gevallen. Echt gewoon gelijk. Was gewoon gelijk knock-out. Dus ik ga de video afsluiten voor vandaag. Vond jullie nou een leuke video? Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie de volgende keer bij een nieuwe video. Later!